Op 15 maart zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Hoe groot is de vrees van CDA Overijssel voor de boer-burgerbeweging? Ja, kijk, weet je, vrees moet je nooit hebben, zeker ook niet in de politiek. Die heb ik ook niet en die heeft niemand niet. Kijk, en wat heel belangrijk is, is dat we hebben gewoon een goed eigen verhaal. We hebben een goede lijst van mensen die echt midden in die Overijsselse samenleving staan. In de kop van Overijssel, in Svegdal, in Twente. Overal komen ze vandaan, echt vanuit de haarvaten. Ook vanuit de kleine dorpen, de grotere steden. Ik denk dat dat voor ons een enorme kracht is. En wat het CDA gaat doen de komende tijd, niet alleen vandaag, ook morgen, ook volgende maand en de jaren die gaan komen, is dat we niet de verschillen gaan zoeken en die gaan uitvergroten, maar de verbinding zoeken met elkaar. Dat is onze kracht, daar sta ik voor. En volgens mij hoef ik dan voor niemand bang te zijn. En verbindingen zoeken en samenwerken, de coalitie is het niet altijd even eens met elkaar. Liggen jullie inmiddels al wat meer op één lijn? Wat Rick net zei, dat is ook precies wat ik ook zou willen onderschrijven. Je moet van eigen kracht uitgaan. Dat doen we hier, dat doen we lokaal, dat doen we ook landelijk. En tegelijkertijd, wij leven in Nederland, in een land waar we al honderden jaren proberen om uiteindelijk ook met elkaar tot oplossingen te komen. Den Haag is er voor de provincies, niet andersom. En uiteindelijk zie je bij stikstof, maar ook bij al die andere dossiers, dat je gewoon de provincies, de bestuurders, in het geval van stikstof, de boeren en ook de natuurorganisaties nodig hebt om vooruit te komen. En dat is precies iedere keer opnieuw de inzet van het CDA. Overijssel heeft als eerste provincie ook een plan voor het landelijk gebied ingediend. Daarbij zegt het college dat het zich houdt aan 2035 en niet aan 2030 zoals in het coalitieakkoord staat. Ja, afgelopen zomer zei u ook in een interview dat niet helemaal heilig is. Hoe staat u daar nu in? Nou, wat ik juist het goede nieuws vind van de afgelopen maanden is dat er met, dit is natuurlijk niet zonder slag en stoot gegaan, maar dat er met het rapport van Remkes nu echt ruimte is om het gesprek weer aan te gaan. Dat boeren, provinciebestuurders, natuurorganisaties, iedereen aan tafel zit. Het zal niet makkelijk zijn, maar we zullen daar met elkaar uit moeten komen. En ik ben ervan overtuigd dat dat zal lukken.